Breda Nu. Je weet het meteen. Eindelijk is het dan zover, de opening van Tennispark Prinsenhagen. De tennisbaan heeft 4 banen en telt 5000 vierkante meter. Wij gaan eens een kijkje nemen. Het park is ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Een aantal enthousiaste inwoners van Prinsenhagen zijn begonnen met het idee van er moet in Prinsenhagen eigenlijk wel ruimte zijn om een tennispark te realiseren. En die groep heeft zich met een aantal andere mensen daarbij gezet op het, om het te realiseren. En zo is het ontstaan. En het heeft nogal wat voet in aarde gehad, hè? Vernemen we uit diverse media. Hoe komt dat? We hebben nogal wat probleempjes gehad met uiteindelijk de grondverwerving. Heeft eigenlijk lang op zich laten wachten. We hebben wat procedure hobbeltjes gehad. Maar uiteindelijk, eenmaal die race gelopen, was het binnen een half jaar uiteindelijk gerealiseerd. Dus in de aanloop heeft het veel tijd gekost. Maar eenmaal zover ja, is het snel geschied eigenlijk. U geeft de kinderen hier les? Ja, dat klopt. Ik ben hier bezig als SIOS stagiair. En wij zijn bezig om de kinderen gewoon een leuke dag te bezorgen eigenlijk. En wat maakt tennissen nou zo leuk? Ja, de kinderen vinden het gewoon leuk om een bal gewoon goed te raken, om op dingen te mikken. Je ziet daar bijvoorbeeld heel veel kleurtjes liggen, dat vinden ze erg leuk. En ja, gewoon het spelletje zelf vinden ze heel leuk om te doen. En het is natuurlijk net geopend, ik kan me voorstellen in het begin zijn er nog niet zoveel leden of valt het wel mee? We hadden het idee dat we met 240 leden zouden beginnen. En inmiddels zijn het er 330 volgens mij. Ja. En het druppelt nog steeds, dus elke dag krijgen we nieuwe aanmeldingen. Dus wat dat betreft loopt het goed. En op wie richten jullie specifiek? We hebben geen specifieke doelgroep. Wat dat betreft, we kunnen nog met name jeugd zou heel welkom zijn. Maar iedereen is welkom hier op Tennispark Prinsenhagen.